project Mozaïek van het Surinaamse volk is afgelopen donderdag afgesloten. Dit project hield in de publicatie van een boek en het uitbrengen van een 10-delige serie documentaire. Deze documentaire wordt uitgezonden via ATV. Professor Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit, tevens auteur van het boek, zei bij de afsluiting van het project dat het boek niet slechts voor een bepaalde groep bestemd is. Wilden we dus toegankelijk maken voor meer dan academisch publiek. We zouden het dus eigenlijk qua doelgroep willen richten op leerkrachten, studenten van de hogere klassen van de middelbare scholen, studenten van de universiteit, beleidsmakers, heel belangrijk, beleidsmakers en politici en het maatschappelijk middenveld en tenslotte het bredere Surinaams publiek. Dat boek zelf bestaat uit 5 delen. Deel 1 volkstellingen, deel 2 demografie, etniciteit en religie, deel 3 gezondheid en onderwijs, deel 4 wonen en leefmilieu en deel 5 werkgelegenheid, materiële welvaart en lokale ontwikkeling. Ieder deel bestaat weer uit een aantal hoofdstukken. Ik ga ze niet allemaal noemen, maar het zijn in totaal 15 hoofdstukken binnen die 5 delen. Menke benadrukte dat met name de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB en ATV een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan dit project. Die zo enthousiast dat ze meteen zeiden, met name mevrouw Russell, van er zijn middelen beschikbaar om een documentaire te maken. En toen hebben we dus die aanbesteding gedaan en ATV kwam uit de bus als, de winnaar. En met ATV zijn we toen in zee gegaan. We hebben meneer Hesdy Neus ontmoet aan het begin. En uiteindelijk heeft ATV Horatio aangewezen als de regisseur. En toen zijn we met Horatio deze hele lange, enerverende reis gaan maken door... eigenlijk door Suriname, om dus 10 afleveringen dus gereed te krijgen. Tot zover professor Jack Menke bij de afsluiting van het project Mozaïek van het Surinaamse volk. Het project is afgelopen donderdag afgesloten. De laatste afleveringen van de documentaire worden nog via ATV uitgezonden.